give me a second. I'm trying to select the appropriate weapon. Watch where you stepping. Them snakes all around, you know they connected. When I was a kid, my grandmama told me I can't go to heaven. So I stopped praying and asking for blessings and started preparing for my Armageddon. Got nothing to lose. Ik ben dood. Oh, niet normaal. Weet je wat echt helpt? Vind een proteïnshake die lekker is. Dan drink je het zo op. Knip. Ik heb wel iets te vertellen wat minder is. En dat is, ja, ik ga niet over. Ja, weet je, dat is gewoon wel, dat is wel echt kut. En ik zag het eigenlijk wel aankomen omdat gewoon... Ik ben gewoon slecht in school. Gewoon, school is gewoon niet mijn ding. Ik pas gewoon niet in een hokje. Als je me in een hokje gaat neerzetten, ga ik kijken hoe ik eruit kan komen, weet je. Dat is gewoon echt niet mijn ding. En ik had dan achterstand. Stage ging heel erg kut. Dit jaar, vorig jaar, ging stage echt kut. En toen kreeg ik een kleine achterstand op school. En daarna, toen was er een project. En toen was ik bezig met het maken van een speelfilm over mezelf. Alleen. Toen kwam corona. En anders hadden wij de speelfilm ook niet kunnen maken. Omdat we in een te korte tijd veel te veel moesten filmen. En hadden we veel te veel foutjes gemaakt. Het was een veel te groot project. Ja, weet je. Het ging allemaal dit jaar. Ik moet een half jaar moet ik overdoen. Half jaar in plaats van een jaar. Dat is wel wat chiller. Dit zijn gewoon een van de meest grootste momenten in mijn leven. Wat ga ik hierna doen? Wat voor keuzes ga ik maken? Welke kant ga ik op? Ga ik een wereldreis maken of blijf ik in Nederland? Eigenlijk elke droom die ik heb is zo extreem. Ik wil extreem dit, ik wil extreem dat. Dus eigenlijk overal waar ik naartoe wil wandelen is gewoon lastig. Ja, weet je, dat zijn wel echt lastige dingen. Knip. Ik wil zo vaak gewoon dingen doen wat andere mensen niet doen. Ik wil dat expres. Dat zit in me, dat vind ik leuk. Als de hele klas met z'n allen samen iets gaat maken, dan ben ik de enige in dat hoekje wat achter de computer zit en totaal wat anders doet. Zoals Netflixen. Dat is ook wel apart eigenlijk, want ik ben heel erg sociaal eigenlijk wel. Maar ik heb zoveel dingen alleen gedaan in mijn leven eigenlijk. Ook toen ik op Schoonhoord zat, weet je wel. Nee, tuurlijk kwamen mijn vrienden een beetje gamen bij mij, maar dat was het. Weet je wel niet hoeveel dagen ik wel niet gewoon alleen in mijn kamer zat. Elke dag. Zei iedereen, kom je mee naar Brothers? Nee, ik ging altijd produceren. Elke dag. Elke nacht en dag. Weet je waarom ik altijd te laat kon op bedrijfjes? Omdat ik aan het producer was. Producer is trouwens dat je muziek maakt. Zeg maar, dat voor de mensen die het niet weten, dat doe ik daar. Weet je wat gewoon eng is? Ik zit echt over na te denken om mijn hele leven om te gooien. Gewoon compleet. Weet je, ik heb dat wel geleerd in mijn leven, weet je wel? Dat, zeg maar, dat, je hebt altijd een keuze wat je doet. Altijd. Maar niet uit wat voor regels je... voor je neus hebt, je hebt altijd in het leven een keuze om te doen. Eigenlijk bijna 100% alles. Over het algemeen heb je altijd een keuze. Wat je ouders of leraar ook zeggen, je hebt altijd je eigen keuze. En dan denk je wel van, dat weet ik al lang. Maar dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is, een voorbeeld. Dit is een extreem voorbeeld, maar dan snap je dat. Ik heb het eens gehad op Dreefjes of Schoonhoord. Dat als ik me heel kut voelde, dan rende ik weg. Gewoon ging ik uit de klas. Een normaal persoon denkt, ja, maar dat mag helemaal niet. Je mag niet zomaar uit de klas, weet je wel. Maar op dat moment, als ik gewoon bijna ontplof. Omdat ik het gevoel dat de hele klas tegenover me staat. En me niet begrijpt. En me ziet als een of andere alien. Die weer niet luistert naar de leraar. En die weer niet op tijd zijn huiswerk af heeft. En die niet weer op tijd zijn boeken bij zich heeft. Nam ik de keuze om voor mezelf te kiezen en gewoon weg te rennen. Weet je, ik zou het eigenlijk wel heel graag willen doen. Ik zou gewoon... eigenlijk willen stoppen met school en ik wil de wereld over reizen. Ik wil het echt... mijn hart gaat er al mee bemoeien. Mijn emotie komt in mijn ogen. Maar ik wil gewoon echt... ik haat dit. Ik wil gewoon echt mensen helpen. Echt heel graag. Weet je, ik wil gewoon echt mensen helpen, echt heel graag, weet je. En heel simpel, dat een papiertje wat ik ga halen, zoals met de AV-specialist, heb ik geen ene zak aan. Ik ga niet werken voor een mediabedrijf, ik word mijn eigen bedrijf. Weet je wel, ik ga niet werken voor iemand anders, de baas, voor zijn droom. Want ik heb zelf heel veel dromen en ik wil zelf dingen gaan doen. En soms vraag ik me af, waarom zou ik nog anderhalf jaar tijd verspillen in school? Binnen anderhalf jaar gewoon naar buitenland kon gaan en het eerste... de beste kleine jongetje daar zonder kleding, kleren kopen, vloggen. En gewoon het jongetje helemaal gelukkig maken. Nieuwe culturen leren. En gewoon mensen daar motiveren en helpen. Gewoon. En jullie motiveren. Ik wil graag mensen motiveren. Maar eigenlijk maak ik nog wel... eigenlijk maak ik weinig video's om jullie te motiveren eigenlijk. Ik laat wel zien wat ik doe. Maar het is meer echt op comedy gericht. Je ziet me altijd gewoon als een clown. Want dan ben ik ook af en toe.
Ik ga binnenkort dus snel mogelijk een nieuwe video maken voor jullie. Om jullie te entertainen en jullie te motiveren. En gewoon om jullie blij te maken. Dus...